Aan alle goeds komt een eind. Zelfs aan een gouden eeuw. Het is toch jammer. Ik denk dat dat een beetje misplaatste weemoed is. 1672. Crisis. Een invasie. Het land bijna bankroet. Een ongehoorde lynchpartij. De lichamen worden dan opengesneden. Ze worden leeggehaald. Ze worden geslacht. Organen worden verkocht, geveild, gegeten. Maar er is ook een held. And he himself is supposed to have been dressed in full silver armor from head to foot. So he was making a really dramatic entrance. And there you are, in the seat of authority. Een Oranje wordt zelfs koning van Engeland en neemt Nederlands glorie mee over het kanaal. Voor gewone criminelen. Daar kan het niet geweest zijn. Hier moet het dus geweest zijn. Augustus 1672, hier zat hij dan gevangen. Op een valse verdenking. Hij ontkent dan ook. Zelfs na marteling. En dan komt op een ochtend zijn broer hier langs. Hij ligt hier in bed. Want hij kan door de marteling niet meer lopen. En aan het eind van het bezoek kunnen ze de deur niet uit. Want daarbuiten staat een joelende meute. Dan wachten ze hier. Dat moet uren hebben geduurd. De hele middag, in de hoop dat ze ontzet worden. Maar als die deur uiteindelijk open gaat, is het die joelende meute. Mensen zijn dronken, geschreeuw, gevecht. Eén broer krijgt een klap op zijn achterhoofd dat het bloed eruit gutst. De ander wordt meegesleurd, die trap af. De een erachteraan, al die trappen af. Moet je je voorstellen. Twee van de belangrijkste bestuurders van de Republiek. Eén van de twee is al 20 jaar, je mag wel zeggen, een soort premier. Ten prooi aan volkswoede. Dames en heren, we staan nu buiten. U ziet hier de gevangenpoort. De broers zijn zo net naar buiten gesleept. Ze zijn door deze deur gekomen. Hier is het slaan, het schoppen, het steken doorgegaan. En we gaan het nu even beleven, want we gaan die laatste tocht van die broeders, gebroeders De Wit, gaan we meemaken. We gaan door de poort naar de plek waar uiteindelijk het einde was. Komt u maar mee. Cornelis is waarschijnlijk om het leven gekomen door veel stoten met kolven van geweren. En Johan heeft uiteindelijk het nekschot gekregen. Hier voor het standbeeld van Johan De Wit in zijn hoedanigheid als raadpensionaris staan we ook hier op het punt. Dat moet ongeveer op deze plek geweest zijn waar uiteindelijk de lichamen zijn beland. Dan worden de lijken naar het schavot gesleept. En u moet zich voorstellen dat schavot bevond zich hier precies op de kruising van de tram. Daar worden de lichamen ondersteboven naakt opgehangen aan de wipgalg. Johan iets hoger dan Cornelis. Ja, onderscheid moest dat toen zelfs in de dood zijn. De lichamen worden dan opengesneden. Ze worden leeggehaald, ze worden geslacht. Organen werden verkocht, werden geveild, werden gegeten. Weet u trouwens dat wij nog steeds in het Haagse Historisch Museum aan de overkant van de Hofvijver de tong van Johan hebben en een teen van Cornelis, maar dat blijkt een
waarschijnlijk een wijsvinger te zijn in een klein kistje. Die reliquieën hebben we daar nog over. Nou, hier hebben ze. De vinger van Cornelis de Witt en de tong van Johan de Witt. Lekkere kleur. Ja, ingedroogd. Cornelis en vooral Johan de Witt. De twee belangrijkste staatslieden van het land, vermoord door een dolle meute. Hoe kon dat gebeuren? Dat heeft alles te maken met de politieke situatie in het traumatische rampjaar 1672. Daar van de overkant, achter die bosjes, trok in 1672 een machtig leger van de Franse zonnekoning Lodewijk XIV de Nederlanden binnen. We staan hier bij Lobith, oosten des lands. En hier in de Rijn was in die tijd een doorwaadbare plaats. Daar aan de overkant moet een lokale boer de Franse legers daarop gewezen hebben. Behalve de Fransen vielen in dat jaar ook nog eens de Engelsen aan. Plus twee Duitse bisdommen. Van alle kanten kwam ineens het gevaar. Alle buurlanden van de Republiek hadden besloten dat eigenwijze, dominante, steenrijke landje voor eens en voor altijd mores te leren. De Fransen trokken naar het westen. En dat ging angstwekkend snel, echt in een zucht. Op naar het hart van de Republiek. Amsterdam. Holland. Daar dreigde de totale ineenstorting van Nederland. Veel kooplieden vluchten naar Zeeland. De kerken stromen vol. Het land lijkt reddeloos. De regenten zijn radeloos. En het volk gedraagt zich redeloos. Overal gonst het van geruchten en de verdachtmakingen verspreiden zich als een olievlek over het land. Dit is het voertuig van de roddel, begrijp ik, de trekschuit. Dat klopt, het is het voertuig van de roddel. In de 17e eeuw zaten mensen op deze trekschuiten om van plaats naar plaats te gaan. En als je ergens samen in een ruimte zit, dan ga je praten. En dat is precies wat hier gebeurde. Mensen hadden het vaak over politiek. En naast dat er flink gedebatteerd werd op zo'n trekschuit, was het ook nog eens een vervoermiddel voor pamfletten. Mensen gingen er dus al vanuit van, oh, de trekschuit komt, er zal wel nieuws zijn. En dat was ook zo. De Loevesteinse Tom, wat is dat? Nou, de Loevesteiners, dat was een bijnaam voor Johan de Witt en zijn groep. En die ton die moet aan duigen? Ja, die moet kapot. Dus dit is een voorbeeld van een pamflet waarin werd betoogd dat het goed zou zijn als Johan de Witt zou verdwijnen. In pamfletten beweerden mensen, eigenlijk kan dat niet alleen aan de kracht van het Franse leger liggen dat allemaal zo snel gaat. Er moet meer aan de hand zijn. Het was zo buitensporig dat al die steden die gingen zonder slag of stoot gingen die over. En het duurde niet lang voordat pamfletisten beweerden, nou, eigenlijk hebben onze regenten, die zullen daar iets mee te maken hebben. Ze hebben geld uit Frankrijk gekregen en daarmee hebben ze ons land gewoon verkocht. Corruptie. In augustus lezen we bijvoorbeeld, met zijn dood raken wij uit den nood. Dit soort zinnen komen steeds vaker. Oproepen om hem uit de weg te ruimen. Het is een oproep om hem uit de weg te ruimen. Daar zijn er een handvol van voorafgaand aan de moord. Dan is het oude bewind uit de weg geruimd met die moord. Ja. Wat voor regering zou er voor in de plaats moeten komen? Nou, er is altijd gedacht, er moet een oranje regering aan de macht komen. En dat is, voor een deel is dat zo. Wat voor rol zou oranje daar moeten spelen, Willem? Hij is de onafhankelijke macht. Als ze er niet uitkomen, gaan ze naar Oranje. Dan mag hij beslissen. En die rol neemt hij graag op zich. Willem III, de achterkleinzoon van Willem van Oranje. Geboren in 1650.
Hij groeit op in een tijd waarin de gewesten beslist geen oranje stadhouder meer willen. Johan de Witt zorgt er persoonlijk voor dat de jonge prins nooit een hoge functie in de staat zal krijgen. Maar in nood, zo gaat het in de hele 17e eeuw, roept het volk om een sterke man. En dat is altijd een oranje. Als in 1672 alles misgaat, krijgt Willem als door God gezonden toch de leiding in de strijd tegen de Fransen. Zijn bestemming, het vaderland redden. Hij zet de Hollandse waterlinie in om het restant van de republiek te verdedigen. Hij maakt de Duitse keizer en voormalige aartsvijand Spanje tot bondgenoten. Als de Franse troepen uiteindelijk zijn verdreven, is Willem de held van de natie. Willem heeft dit gekocht, Paleis het Loo. Ja. Wat voor rol zag die man voor zichzelf? Nadat hij in de hele Nederlandse Republiek is gehuldigd als de redder des vaderlands, ziet hij voor zichzelf eigenlijk een hele unieke rol weggelegd. Omdat de grote bedreiger van de Nederlandse Republiek in het rampjaar, Lodewijk XIV, koning van Frankrijk, gewoon maar door blijft gaan met het bedreigen van de buurlanden van Frankrijk. En alleen Willem die zegt, jongens, Lodewijk XIV zal nooit stoppen met dit gedoe. We moeten met vereende krachten deze man terugjagen naar zijn hol in Versailles. We moeten hem vernederen. Dus Willem is nog maar net de baas in de Republiek. En dan zet hij een volgende stap op het Europese toneel. Ja, wat Willem deed, was dus ook dat schaakspel. En dat bord, dat werd ineens het formaat van Europa. Dit is toch wel Versailles? Dit is Maduro-Dam-versie van de grote tuin van de Zonnekoning. Lodewijk had, zeg maar, in de tijd dat dit werd gebouwd, in de jaren 90 van de 17e eeuw, had Lodewijk al zo'n slordige 3000 fonteinen in Versailles. Nou, en het Loo komt niet boven de 50 uit. Maar deze fontein, deze zogeheten koningsspuiter, komt wel hoger dan de hoogste fontein in Versailles. Dus dat had hij dan weer wel. Niet zoveel. Maar wel gewoon die ene op zijn eigen manier, ja, toch op zijn eigen manier weten. Toch verder klassen. Ja, Willem is altijd een heel erg goede rivaal geweest. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, was Willem de Derde een soort klimop. Kon heel hoog komen, maar je hebt wel een muur nodig waar je tegenop komt. Dat was de kracht van Willem. Hij kon ze echt vastbijten en had heel veel kwaliteit. Maar hij had wel, zeg maar, die muur nodig. Ja. Ja, dit is het heilige der heiligen. Slaapkamer van Willem. En tegelijkertijd ook het zenuwcentrum van zijn internationale politiek. En je zou denken, op een bed, ja, daar slaap je en dan sta je op en je was je bij de wastafel en dan zo. En pas als je beneden bent, dan begint het. Maar in die 17e eeuw begon het dus al op bed. Willem hield van het scharrelen in de stilte. En hij heeft er jaren over gedaan om een netwerk op te bouwen van geheime contacten, van informanten. Die kwamen ook rond een bed als dit staan. Ja, zeker. Zeker. En je kunt je voorstellen dat ze dan hier zo met z'n allen zaten. En, nou ja, en dan de nieuwste informatie probeerden te beoordelen. Londen. Hier komen die informanten vandaan met een directe lijn naar Willems slaapkamer. Het spoor leidt naar het Engelse parlement, dat een enorme afkeer heeft van de absolutistische neiging van de koning, James II. Het vertrouwen tussen de katholieke James en de voornamelijk protestantse volksvertegenwoordigers is tot het nulpunt gedaald. Als James vervolgens opzichtig flirt met Lodewijk XIV van Frankrijk, steun zoekt, dan is dat vragen om moeilijkheden. William from the Netherlands feared James's plans.
Now I understand here in London there were people too fearing James's plans. Yes, there's a great deal of opposition in England as well to James's religious and political policies. And in fact, the street we're walking down right now, Duke Street, which was actually named after James, Duke of York, so James II, as he later became, this is the place where some of James's leading opponents, seven English noblemen, actually drafted an invitation to William of Orange to come over and intervene in English political affairs. So round about where we're standing here is where the Earl of Shrewsbury's house was, and this is where they drafted that invitation to William to come and intervene and help them resist James. And intervening would mean what? They meant military intervention. They meant for him to bring over a military force. So that's English nobility asking a foreign prince to invade the country? Essentially, yes. An invasion of England, that must have been a huge risk for William. It was a huge risk. It was a huge undertaking. What was in it for him? Well, for William, the main thing is that he hopes that this invasion is going to bring England into an alliance, military alliance, with the Netherlands against France, rather than England going into a military alliance with France, which is where James II's foreign policy was mainly taking him towards. It strengthens the Dutch Republic. So it strengthens the Dutch Republic. And actually there he is, this rather fine William statue that we've got of him. In between Duke of York Street and Duke Street, where the conspirators were. The other thing that he's hoping for is to recover this inheritance, this English inheritance. His wife, Mary, is James's daughter. Before the birth of James's son, the Prince of Wales, she would have inherited the English throne. So he's hoping that the invasion as well is going to recover this English inheritance for him and for his wife as well. In total, William's fleet was around 400 ships, between 25,000, 30,000 men, which is an incredible number. They left in what we would say in England, inclement weather, straight into stormy weather. And in fact, the winds were against them. And because, of course, religion was so important to people in those days, and you wanted God to be on your side, it was said that the wind, first of all, was a Catholic wind. So the fleet returned to Holland, and then the wind direction changes, and it became known as a Protestant wind, because now it was to help the fleet and William. And it would have been crazy to have landed in Kent. Probably William's army would have been demolished. And so they would sail down here to the West Country, because here you are a long way away from London. You are away from the power and the influence of the king and his army. Having come through the Straits of Dover, the fleet turns towards Torbay. And the view that we now have of Bury Head and Torbay beyond is the view that William and his fleet would have had that 5th of November, 1688. We can imagine the boats coming in, the soldiers then to land at the spot right ahead of us. Okay. The big moment. William sets his first foot
on English soil. Don't trip. Okay, we're William now. Okay. What do you say at a moment like this? Am I welcome? That's what he said. That is what he said. Am I welcome? And then he will say, I'm bringing the Protestant faith back to your country. Okay, let's go. Among the locals. Among the locals. The dogs are barking. Here is this new visitor who has arrived in our country. On this stone and near this spot, William, Prince of Orange, first set foot on his landing in England, 5th November 1688. On this very stone. On that stone, a notable moment in British history. You can almost feel his feet on there. I have a picture where you get an idea of what it must have been like to see a fleet like this. Yes. Closing you in. Yes. How did people here feel about that? I think it was a mixture of excitement, caution, and yes, also, I'm sure, a little fear initially. And then William having to put people at ease. He was coming here as a friend, a Protestant friend. The whole operation was not about fighting, but it was about winning over the hearts and minds of the people. Yes, indeed. And the actions speak louder than words. The instructions to his army that if anyone was aggressive, that they would actually be executed. That would soon become very apparent, that people were not going to lose their property or die at the end of a sword. There was a long way still to go, and they did not know at that stage whether they would be brought to battle somewhere between here and London. Op weg. Dezelfde route die het leger van Willem III volgde. Over modderige slingerwegen trekken ruim 20.000 manschappen en 4.000 paarden langzaam noordwaarts. Ze zijn nog altijd uitgeput van de moeizame zeereis. Op zoek naar een plek waar uitgerust kan worden. William, Prince of Orange, is said to have held his first parliament here, November 1688. Het weer is hopeloos, de weg is lang en het is nog ongewis of de invasie succesvol zal zijn. Na 4 dagen wordt het eerste doel bereikt, de 4e stad van het land, 50 kilometer ten noorden van de landingsplaats. Dit is Exeter, hoofdstad van de regio, zeker toen. En kijk naar die kathedraal, die ligt er vandaag de dag nog vrijwel precies zo bij als in die tijd. Dit was dé plek voor Willem om zijn boodschap als vriend van de Engelse natie uit te bazuinen. En dan liefst zo hard dat het hele land hem in één keer kon horen. Hello, Hans. Jonathan. Good to see you. Good to see you. Right? How are you? I'm well, yeah. Shall we go towards the cathedral? Yeah. Hope you can help me out. William comes to town and he brings in his soldiers too. He brings in a couple of thousand of his soldiers, heading up with all the main Englishmen who'd come with him to show that he had their support, and then a corps of his army. We're told in one account, not quite sure whether to believe this, that he brought 200 Laplanders and 200 black soldiers from Suriname as well, I think maybe to show off, as it were, the exotic nature. And he himself is supposed to have been dressed in full silver armor from head to foot. So he was making a really dramatic entrance. And his arrival, in fact, coincided with fair time here. So it was a real bonanza. The first thing he did when he arrived was to order 6,000 pairs of shoes for his troops. So you can imagine that was a massive commercial boost, if you like, to the city. So the ordinary people responded very positively. That's a way to make yourself popular. Indeed.
So William walks onto this square, let's say. Right. What was his plan for the day? Okay. His plan for the day, and in fact for the next couple of weeks, was essentially to establish himself somewhere where he could be safe and wait to see how things would develop. And he needed to be somewhere safe that was far enough away from James's army that they couldn't engage too quickly, somewhere he could group and see what happened, and to give other people in England the time to see that here was a man who'd established himself with strength and whom they could take the risk of joining in with. So William tries to win over the hearts and minds of the people. How does he go about? Okay. Well, we have to remember that this is a period, obviously, before television, before newspapers and so on. He did bring a printer with him to produce some propaganda, but the main place that people thought about and learnt about public affairs in our period were in the churches, partly because religion and politics were so tied together. So obviously, arriving here, where would William choose, as it were, but the place in which to try and demonstrate his propaganda case and also demonstrate his own authority, but in the cathedral. So here we are in the cathedral, the centre of the Church of England. William was probably being advised about how to behave here by Gilbert Burnett, who was his chaplain and his main Church of England link. And Burnett, who had written a declaration for him, was going to read out that declaration from the pulpit in order to use this as a kind of grand setting in which to establish the purpose for William's arrival. And perhaps the most spectacular thing that he did was to come and establish himself in this space, the bishop's throne. Now, this was a place that nobody was meant to sit in, except for the bishop. In a spectacular gesture, I think, William took the most important place. The gesture that he adopted here was almost kind of claiming that, you know, I am God's representative. Chosen, yeah. I am God's chosen here. Seat of authority. Eventually, of course, William is to end up being crowned in London. At this stage, he has no idea whether that's going to be the outcome of his activity. It is both certain and evident to all men that the public peace and happiness of any state or kingdom cannot be preserved where the laws, liberties, and customs established by the lawful authority in it are openly transgressed and annulled. So we now think fit to declare that this our expedition is intended for no other design but to have a free and lawful Parliament assembled as soon as is possible. We do therefore hope that all people will judge rightly of us and approve of these our proceedings. But we chiefly rely on the blessing of God for the success of this our undertaking, in which we place our whole and only confidence. If you look at the big picture of history, what's the importance of that declaration being read here? The importance of the declaration is that it contained the message that persuaded the people of England, as it were, to allow their monarch to be overthrown. Interestingly, as I say, people were reacting very differently to it, but nobody stopped it. And sometimes I think the great moments in history are not, as it were, because everybody wants them to happen,
They're almost more because people fail to stop them from happening. And if somebody has a decisive enough will to impose themselves on the situation, then they can establish that. And in this case, and we have to imagine, I think, the electric situation of being in this church on that afternoon. Here is this man who's come, as I say, in a sense with the sword, and yet he's also come claiming to express these deep constitutional traditions that have become, if you like, part of the fabric of the modern world. Na 10 dagen vertrekt het leger van Willem uit Exeter. Het uiteindelijke doel, Londen. Ruim 300 kilometer verder. Willems opmars kent nauwelijks tegenwerking. De bevolking blijkt hem niet ongunstig gezind. En belangrijke protestantse legerofficieren van James II... zijn inmiddels al overgelopen naar het kamp van Willem. Aangekomen in Londen nemen de Nederlandse troepen in een oogwenk de stad in. Het Engelse parlement, dat de buitenlandse prins had verzocht om het land binnen te vallen, roept hem zonder dralen uit tot koning. The Glorious Revolution is een feit. Een revolutie waarbij geen druppel bloed vloeit. Here's Henk. Welcome to Parliament. Dutchman, working here in Parliament. Hi, Henk. Hi. Hi. Good to meet you. Good to meet you. Shall we go on? Show us around, please. So these are... No, these are not kings. Walpole? No, these are Victorians, generally, I think. So where are we now? In Central Lobby. This connects the House of Commons with the House of Lords, and this is sort of the area where people can come to speak to their MP. I see. What happens now? This is the division bell. So they're trying it out. This bell goes off every time there's a vote, and MPs have to go and vote in the chamber. And this is the warning sign that they have 8 minutes to come to the House of Commons to cast their vote. And they test it in the mornings. Yeah. Oh, this is just a test. They're not. It's not the fire alarm. They're not going to vote. and there is no fire there alarm. The House is not yet sitting. This is merely a test. It's not that the Germans are coming again. No. Here we are. The Lords and Commons presenting the crown to William and Mary in the banqueting house. So this is the big moment. Yeah. You see the crown on the left, the Declaration of Rights being read. Ah. So this is Parliament saying these are our conditions. It does kind of give a sense of the style in which the English Parliament would like to work with William and would like to be governed. What it does do is, by the end of William's reign, mean that you can't have the kind of monarchy that James II was trying to put in place before the Glorious Revolution. So what about these innovations during William's reign are still relevant today? Well, I think especially the constitutional settlement that you get, the consent of Parliament necessary for taxation, for an army, for sort of, you know, the right to speak freely in Parliament, that is still relevant today. Queen Anne, William's successor, was the last monarch to refuse to sign a parliamentary bill into law, and that was on the advice of her ministers, but that gives the settlement of a constitutional monarchy and a parliamentary democracy shaped into that. So what happens in the 1690s is that the Dutch influence means that the financial institutions are actually put into place in order to support this massive increase in military expenditure, military intervention in Europe, fighting William's wars against Louis XIV. So the state is actually able to support this activity. And does that include the possibility of making debts? The state making debts? Yes, yes. So this is where, you know, we get a national debt being something that is part of kind of public life. And when it's first created, it's something that causes an enormous amount of anxiety
Into the 18th century, people are very anxious about the idea that the nation is now a debtor, that it now, you know, owes, you know, millions of pounds to, you know, to various creditors and all the rest of it. So aren't we still? Yeah, we are. But I think we've become a bit more comfortable with the idea that a national debt of itself isn't something bad. You know, as long as it's in a manageable scale, that's okay. So the kind of society that England becomes, a commercial society, an imperial power, these are all legacies of 1688 as well. The British Empire, in part, is a Dutch invention. Yes. Henk. Yeah, we did it. We hebben het gedaan. Het verhaal nadert zijn einde. Een Nederlandse oranje heeft dit land, deze stad hier boven mij, wakker gemaakt als handelscentrum, financieel centrum, militaire macht. De Republiek had immers een machtige bondgenoot nodig om tegenwicht te bieden aan Frankrijk. De nieuwe koning van Engeland importeert verworvenheden van de Nederlandse Gouden Eeuw en doet dat zo goed dat Engeland de Republiek zelfs zal overvleugelen. In 1702, ruim 13 jaar na zijn Glorious Revolution, overlijdt Willem aan de gevolgen van een val van zijn paard. Het struikelt over een molshoop. Willem is dood. En wat gebeurt er intussen met de Republiek thuis? Nou, de Republiek die is in de problemen aan het raken. Je ziet toch dat op allerlei terreinen het niet meer zo dynamisch is als daarvoor. En tegelijkertijd, in het buitenland, spant iedereen een beetje samen tegen die republiek. Dat is eigenlijk de winkel die je wil overnemen. Dus de kosten om dat allemaal in stand te houden, die lopen aan het eind van de 17e eeuw spectaculair op. Dat is eigenlijk het probleem waar al die grootmachten mee te maken hebben. Je hebt belangen in zoveel regio's en die zijn zo belangrijk geworden dat je heel veel moet investeren om die overal te verdedigen. Vooral vanaf 1672 zie je dat de publieke schuld van de Republiek een enorme vlucht neemt. Eigenlijk wat je in Europa de afgelopen decennium in heel veel landen hebt gezien, maar om heel andere redenen. Maar loopt de Republiek tegen datzelfde probleem aan. De schuldenlast is ondraaglijk geworden. Op de lange termijn leidde dus die succesvolle interventie in de Engelse politiek tot een verzwakking van de positie van Nederland als onafhankelijke staat. Maar je kan ook zeggen, als hij dat niet gedaan had, dan was Nederland misschien opgegeten door de Fransen. Het is dus voorbij. Dat is toch jammer. Nou, zo'n periode. Ik denk dat dat een beetje misplaatste weemoed is, om er zo over te denken. Kijk, de Gouden Eeuw als een periode waarin Nederland de wereldeconomie domineerde, die was voorbij. De welvaart die toen gecreëerd is, die zijn we nooit echt kwijtgeraakt. Denk aan Nederland als een commerciële, exporterende economie. Dat is toen echt op de schaal begonnen zoals we die nu nog kennen. Nederland als een tolerant land. En dat is toch nog altijd, verdiend of niet, de reputatie die wij in de wereld hebben. Die dateert uit de 17e eeuw. Misschien hebben wij wel the best of all worlds. Want we hebben de welvaart die we in de 17e eeuw hebben opgebouwd weten vast te houden. En de lasten die we toen hadden, die hebben we eigenlijk aan een ander overgegeven. Dus misschien moet je maar blij zijn met wat we hebben op dit moment. Zo'n 60, 80 jaar heeft het geduurd, niet eens een volle eeuw, die Gouden Eeuw van ons. Een tijd waarin dat minimale landje in de wereld de toon aangaf op vrijwel elk denkbaar gebied. Kunst, wetenschap,
handel, oorlog, alles. Zo'n eeuw is als een gast. In ons geval kwam hij vanuit Antwerpen in de jaren na 1585. En hij vertrok uiteindelijk weer naar deze stad hier aan de Theems. En daarna naar New York en nu misschien wel weer naar Beijing. Alleen terugkomen, dat doet hij niet. Nooit. Is geweest, voorbij, niks aan te doen. Maar hij is toch maar geweest bij ons. En wie kan dat zeggen?